De bewoners van het bejaardentehuis Simba zijn vandaag in het zonnetje gezet door Lions Club Komowene. De 36 senioren burgers die wonen in huizen Simba zijn vandaag verwend met de maaltijd van Lions Club Komowene. Verder hebben ze een pakket met hygiënespullen ontvangen. De Lions Club Komowene heeft eerder reeds gezondheidsprojecten uitgevoerd in huizen Simba. Daarbij werden de bloeddruk en het suikergehalte van de senioren gemeten. Renuka Bihari, president van Lions Club Komowene, vertelt meer over het project. We hebben met de leiding van huizen Simba staan we heel vaak in contact. En ze hebben dus aangegeven wat de nood is. Onder andere schoonmaakartikelen die ze heel vaak nodig hebben. Best veel, want de kamers worden iedere dag gedesinfecteerd, schoongemaakt, bad en toiletten. Maar ook pampers. Er zijn een aantal bewoners hier die heel hard een pamper nodig hebben. En die kunnen ze dus niet altijd krijgen. Er zijn sommige bewoners die het wel van hun familie krijgen, maar een aantal bewoners die helemaal afhankelijk zijn van het tehuis. Dus wij hebben geprobeerd om dan in die behoefte te voorzien. We zijn aan het begin van 2020. Wat voor projecten zal Lions Club Komowene nog meer uitvoeren komend jaar? Nou, laat me er erbij haasten om te zeggen dat ons fiscal jaar loopt van juni tot juni daarop volgend. Dus we zijn al ruim een half jaar zijn we al bezig met het uitvoeren van projecten. We hebben voor dit fiscal jaar nog amper 3 maanden over. En we hebben een aantal projecten al achter de rug. Onder andere het mangrovenproject. We hebben mangroven helpen planten. We hebben een helpproject uitgevoerd. We hebben verder ook rolstoelen gedoneerd, rollators. We hebben op Kronenburg en op Kronenburg hebben we een twinningproject gedaan met onze organisatie in Frans-Guyana. Jolie voorzet Action. En daar hebben we dus een speeltuin gedoneerd. En dan zijn we nu voor ons groot project nog, dat is het AID-project, wat we nu in samenwerking met Newmont gaan doen. De beheerder van het tehuis, Rivolino Amatar Midi, is bijzonder blij met de aandacht van Lions Club Komowene. Het tehuis is grotendeels afhankelijk van donateurs. Hier geweldig. Geweldig. Ik zeg het is geweldig omdat het ook niet de eerste keer is. Ja. Het is ook niet de eerste keer, het is de tweede keer. En Lions die vergeet Simba niet, laat me zo stellen. En we stellen zeer op prijs en daarom hebben ze ook, we hebben ook de keuken beschikbaar gesteld voor hun, zodat zij dan met alle liefde en al eten kan klaarmaken. Hoe loopt het met de verzorging van deze burgers? We doen ons best. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, want we hebben nu 36 inwoners, waarbij om en bij 16 zo echt direct zorgboven zijn. Maar het lukt wel. Het lukt wel, omdat we ook ondersteuning kregen van derden. Toch? De artsen hier van Poly Ellen die komt frequent elke week een keer. Dus wat zorg betreft, medisch gedeelte, dat gaat wel goed. De beheerder van het bejaardentehuis Simba, Rivolino Amatar Midi. Lions Club Komowene heeft de bewoners van het tehuis vandaag in het zonnetje gezet.